Maar dit is toch de eerste keer dat u mij interviewt? Nee, zeker niet. Bent u maar vergeten? Ja, blijkbaar. Oh, excuus. Genant. Het allerliefst zitten we natuurlijk lekker knus met z'n allen onder de kerstboom dit jaar. Maar gezien de laatste coronabesmettingscijfers zit dat er waarschijnlijk niet in. Aldus premier Rutte en minister De Jonge. Want we hadden het zo graag anders gewild. Voor heel veel mensen een regelrechte ramp, maar ik kijk graag naar de positieve kant van zaken. Het kan namelijk ook aardig wat familiedrama's schelen. En dus sta ik in Den Haag met de vraag, wie gaat u absoluut niet missen tijdens kerst? Oh, thanks. Ja. Die ik absoluut niet ga missen tijdens de kerst. Mijn voorlichting. De inkopper is natuurlijk dat het nu helaas de schoonfamilie er niet bij kan zijn. Mark Rutte ga ik niet missen. Geert Wilders niet missen. Ik ga ook mijn eigen collega's denk ik niet missen. Oké, dus het wordt een digitale kerst voor jullie twee. Ja, we zullen elkaar even bellen. Ja, dat doen we. Zoenen? Zoomen. Zoenen? Zoomen. Oh, zoomen. Zoomen. Ah, ik dacht zoenen. Nee, nou ja, je bent toch geen digibeet? Waar bent u van? Ik ben van de vooravond. Wat is dat? Dat is de opvolger van De Wereld Draait Door. Iets meer naar links. Oh. Nee, zeker niet. Ja, kom maar. Oké, dit is... Nee, dit is van de vooravond. BNN Vara. Nee, ik dacht al. Ik vond het van Omroep Max. Wat ik niet ga missen is, vroeger werd je dan voor de tv gezet, moest je voor de vijfde keer naar een of andere belegen musical kijken. Zoals Annie Get Your Gun en zo. Moet u even Omroep Max navragen. I like the flowers, I like the devil's hills, I like the mountains. Sorry, ga maar. Wie gaat u absoluut niet missen tijdens kerst dit jaar? Het zou heel onaardig zijn als je dat tegen een camera zegt, toch? Hoezo? Ja, kunnen ze mensen zich allemaal vast voorbereiden? Dat doe je toch niet? Strategisch lekker van D66 ga ik dit kerstreces niet missen, nee. Maar ik vrees ook niet dat het ophoudt. Nou... Jet is ook al van de strategisch lekker inmiddels, hè? Ja, je kunt er tegenwoordig van uitgaan dat als er een coronamaatregel wordt ingevoerd, dat D66 de dag ervoor voorstelt, ja. Ik heb daar eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Nee.